Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Op Weg met de Bijbel. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word heel enthousiast van deze serie en wat God allemaal kan en wil geven in onze slaap. In de vorige aflevering zagen we hoe God wijsheid gaf aan Salomo om een heel land te veranderen en dat God dat nog steeds wil doen. In eerdere afleveringen zagen we ook dat God voorbij ons verstand geeft. En mensen geschikt maakt voor uitzonderlijke taken. En wij vinden dit vaak moeilijk te pakken met ons menselijke verstand. En de wereld zegt dat je eerst jarenlang moet studeren en vanuit een goede, rijke familie moet komen, geld moet hebben om ook maar iets te kunnen bereiken in deze wereld. Macht, geld, aanzien, dat zijn de dingen die tellen. Terwijl God een mega belofte kan geven aan iemand die liegt en bedriegt zoals Jacob, of een kleine jongen uitkiest om tegen te spreken zoals Samuel, en een jonge koning de wijsheid geeft om een heel land naar vrijheid en overvloed te leiden. Maar het wordt nog gekker, want wist je dat God mensen ontmoet in de slaap die Hem nog niet eens kennen? God geeft dromen aan mensen die nog niet gelovig zijn. Dit deed God in de Bijbel ook al. Koning Nebukadnezar diende God bijvoorbeeld niet toen hij de droom kreeg. En het staat ook nergens dat de bakker en de schenker God al kenden toen ze die droom kregen. Nou, ik wil met je kijken vandaag naar nog zo'n voorbeeld. En dat is de vrouw van Pilatus. We vinden het slechts in één vers. Maar dat ene vers draagt een heel verhaal in zich. Matthäus 27, vers 19. Toen hij, dat is Pilatus, op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vannacht een droom gehad en veel om hem geleden. Pilatus was de stadhouder. Maar hij was ook echt een corrupte heerser die de mensen uitbuiten. Hij was totaal niet tolerant tegen Joden of tegen hun God. Nergens lijkt het erop dat zijn vrouw God kende of diende. En toch kreeg ze een droom over Jezus. Er staat niet wat ze heeft gedroomd, maar het is duidelijk dat ze inzicht heeft gekregen over wie Jezus werkelijk was. Opvallend is dat ze hem een rechtvaardige noemt, terwijl Jezus op dat punt precies staat om berecht te worden door haar man Pilatus en allerlei valse aanklachten tegen Jezus lopen. Toch heeft ze in die droom gezien dat Jezus een rechtvaardige is. Ze is getrouwd met een man die niks moet hebben van Joden en alles behalve rechtvaardig is. Ze leeft in een omgeving. Waar het helemaal niet zoveel uit lijkt te maken wat recht of krom is, maar door de droom is ze plotseling diep geraakt door de onschuld van Jezus. Zo diep geraakt dat ze zegt dat ze veel om hem geleden heeft. Een andere vertaling zegt dat ze vreselijk verdriet om hem heeft gehad in de droom. Nou, het is duidelijk dat de droom heel heftig was en de vrouw van Pilatus diep geraakt was, tot tranen aan toe. En terwijl haar man al op de rechterstoel zit om uitspraak te doen over Jezus, brengt ze hem snel het nieuws over de droom en zegt: Trek je handen af van Jezus, want hij is rechtvaardig. Ze is heel zeker van haar boodschap. En terwijl het proces tegen Jezus doorgaat en het hele volk roept: kruisig hem, was haar man zijn handen in onschuld. Ergens te midden van deze gekke situatie. Moet de boodschap van zijn vrouw zijn aangekomen, want hij zegt: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Het vonnis wordt geveld, Jezus wordt gekruisigd. En in dit roerige verhaal, vol mensen, herrie en haat, was daar een vrouw die in een droom had gezien wie Jezus werkelijk was. En ik zie voor me hoe de tranen over haar wangen rollen van verbijstering en onmacht als ze het vonnis over Jezus hoort dat hij gekruisigd wordt. Door die ene droom had ze de God van de Joden leren kennen op een manier die ze niet kon verzinnen. Ging ze God dienen na deze droom? Heeft ze gebeden voor vergeving om het vonnis van Jezus? Of heeft ze dagen op bed gelegen terwijl buiten de stad de kruising van Jezus plaatsvond? En toen het uren donker werd en vervolgens de aarde beefde en de graven opengingen, zou ze toen de bevestiging in haar hart hebben gevoeld over de droom? Zal ze gedacht hebben: zie je wel? We weten het niet. Maar één ding is wel zeker. Ze zal die ene droom nooit meer vergeten zijn. Nou, deze droom vertelt ons een aantal dingen. Als eerste wordt God niet belemmerd door ongeloof om een droom te geven. Ik geloof persoonlijk dat een ongelovige die op zoek is naar iets wat de weg, de waarheid en het leven is, soms makkelijker te bereiken is voor God dan een christen vol twijfel en religie. Wist je dat er hele groepen boeddhisten en moslims tot Jezus komen omdat ze hem zien in een droom? En ook in Nederland zijn er mensen die vanuit New Age tot Jezus komen omdat ze hem ontmoeten in de nacht. Ik ben zelf een voorbeeld daarvan. Het mooie van de nacht is dat de kaders van ons verstand even niet het hoogste woord hebben. Dat maakt het mogelijk voor God om op een hele andere manier te spreken. Goed nieuws toch? Want wanneer je bidt voor een familielid of een vriend die God nog niet kent, bid dan maar dat God zichzelf openbaart in dromen. Daarna zien we hoe mooi deze droom God gebruikt om inzicht te geven aan de vrouw van Pilatus. Tijdens de droom neemt God de sluier weg en laat de waarheid zien. Spreuken 8, vers 14 zegt: Bij mij, zegt God, is raad, wijsheid en ik ben inzicht. Jezus is de waarheid en dat weten we. Toch is het niet altijd makkelijk om de waarheid over een bepaald onderwerp of situatie te achterhalen. We kijken als het ware door een sluier die de waarheid soms verhult of verdraait. En we hebben inzicht vanuit de hemel nodig om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. En God wil dat ons geven, ook in dromen. Een inzichtgevende droom kan je de werkelijkheid laten zien over jezelf, over God of over een situatie. Je krijgt zicht op het grote plaatje en ontdekt hoe dingen met elkaar verbonden zijn. De sluier is opgetild en de waarheid is onthuld. Niet door kennis van het verstand, maar door een ontmoeting met God die zelf inzicht is. Een prachtige mogelijkheid van God om met hem samen te werken, juist in een wereld waarin er zoveel wordt gezegd en gedaan wat juist lijkt. Maar in Gods ogen helemaal niet juist is. Of bepaalde dingen waar ook onder christenen zoveel oneenigheid en verschil van mening over bestaat. We hebben inzicht van God nodig in deze tijd. Ik heb het al heel vaak meegemaakt dat God in de nacht liet zien wat er werkelijk aan de hand was, of inzicht gaf ergens over. En het is geweldig. En tegelijk mogen we weten dat God een goede vader is die plannen vol hoop voor ons heeft en ons geluk voor ogen heeft. Natuurlijk wil hij ons dan laten weten wat we moeten weten over bepaalde zaken. De vraag is dus, geloof jij dat God ook zulke dromen aan jou wil geven? De Bijbel zegt in Psalm 16: Ik loof de Heer die mij steeds de weg wijst. Zelfs wanneer ik slaap, leidt hij mij. Dus zelfs wanneer jij slaapt, wil God je leiden. Leiden met wijsheid, inzicht, onderscheid. Wanneer we echt geloven dat God dag en nacht bij ons is en ons ook dag en nacht leidt, dan hoeven we ons nergens zorgen om te maken. Zelfs als we staan voor moeilijke vragen of ingewikkelde situaties, God wil inzicht, wijsheid en leiding geven. En wij mogen leren om het op te merken. Ik krijg vaak vragen van mensen die vertellen een droom te hebben gehad, maar ge hebben geen idee wat God er doorheen wil zeggen. En als ik luister naar hun droom en een idee krijg wat God zou willen zeggen daardoor, vraag ik vaak: "Hey, klopt het dat je de laatste tijd bidt voor dit of dat?" Nou, meestal zeggen mensen dan: "Nee hoor." Maar als ik even doorvraag, blijkt het bijna altijd zo te zijn dat ze al langer bidden en praten met God over bepaalde situaties. God heeft hen dus geantwoord in een droom. Maar omdat ze dit niet verwachten, hebben ze eigenlijk al besloten hoe God zou moeten antwoorden. En horen ze zijn antwoord in de droom niet. Dat is dus iets wat we mogen afleren: God antwoordt namelijk wel, op meer dan één manier. Nou, dit ene vers in de Bijbel met deze droom aan de vrouw van Pilatus vertelt ons zo ontzettend veel. Ik weet zeker dat jij vannacht anders gaat slapen nu jij dit gehoord hebt. Wat voor inzicht heb jij nodig? Waar heb jij wijsheid in nodig? Vraag het aan God en wees opmerkzaam.